Oh, die ken ik ook van Solidara. We staan hier in het stadhuis van Den Haag. Ja. De verkiezingsavond voor de Europese verkiezingen. Inderdaad. En u bent lijsttrekker voor welke partij? Van de Groenen, lijst 13. Lijst 13. Ik heb jullie nog gemist op de discussieavonden op televisie. Ja, helaas. Ik ben niet uitgenodigd voor het debat van gisteravond. Ik heb toch een hele prangende vraag eigenlijk. Ja, ga ik gang. De kredietcrisis is eigenlijk in al die discussies eigenlijk nauwelijks aan bod gekomen. Heel te weinig. Nou, ik heb er regelmatig over kunnen spreken. En ik heb verschillende debatten meegemaakt van City Event van het Europese parlement. Ja. En daar kwam het regelmatig aan de orde. Ja, maar niet op televisie. Nee, op televisie ben ik helaas niet geweest. Dus, nee. Ja, inderdaad. Maar goed, de klemmende vraag is, omdat de staatsschuld dan zo vorig jaar zo'n 87 miljard is gestegen. Ja, wil ik toch zo graag weten waar al die miljarden vandaan gekomen zijn? Nou, de staatsschuld is gestegen. Omdat de Nederlandse staat die heeft onder andere Fortis, ABN AMRO gekocht. Ja, dat weet ik. Ja. Waarmee? En waarmee? Met geld. Maar waar komt dat geld vandaan? De staatsschuld is 87 miljard gestegen. Dat geld moet ergens geleend zijn. Bij wie? En de klemmende vraag is dan nog, wie heeft het geld op tafel gelegd? Ik niet. Nee. En moeten wij over geld wat misschien uit de lucht gecreëerd is, rente gaan betalen? Dat is een vraag die in Europa overal in alle landen speelt. Hoe de financiën dat gefinancierd heeft, precies weet ik niet, maar wat ik denk dat er gebeurd is, dat dat de staat... Nou, als je geen antwoord kunt geven, is niet zo erg. Nee, oké. Okay. Maar je kunt zelf de vraag overnemen van mij als je dus gekozen wordt in het Europese parlement. Ja, maar dit is toch een zaak van de Nederlandse minister van Financiën. Die zal daarover gaan, want het zijn zijn zaak. Europa heeft, elk land heeft daarmee te maken. Met de kredietcrisis, ja, maar niet met de staatsschuld van Nederland. Nee, maar elk land heeft een hogere staatsschuld gekregen. Ja, dat klopt, ja. Waar onder andere Nederland. Ja, inderdaad. En wij in Nederland weten we hoeveel dat is. En er komen nog tientallen miljarden staatsschuld bij. Ja. Dit jaar en komend jaar. De vraag blijft, waar komen al de miljarden vandaan? Worden die gecreëerd uit de blauwe lucht? Wat ik denk en eigenlijk wel weet. En dan is de vraag, moeten wij dus dan en onze kinderen rente gaan betalen over iets wat niets kost? Wat mijn beeld ervan is, maar ik ben niet zo goed op de hoogte van van de boekhouding van je financiën, maar mijn beeld ervan is dat het geld in die zin geschapen wordt, of dat het Nederland, dat schatkist, het leent van de centrale bank. Die zal daar dan ook rente over moeten betalen. Ja, aan wie? Aan de Europese Centrale Bank. Nee, aan de Nederlandse, aan de schatkist, aan de minister van Financiën. Nee, want creëert het geld niet. Dat doet de Europese Centrale Bank. De Nederlandse minister van Financiën kan geen geld meer creëren. Nou, je hoeft het niet precies uit te leggen. Bij mij gaat het erom. Ja, maar dat is wel even mijn antwoord op uw vraag, hoor. Kun je de vraag doorgeven aan daar waar die gesteld zou moeten worden? Namelijk in de openbaarheid aan de nationale parlementen en aan de Europese parlementen. Nou, als ik gekozen word, dan zit ik in het Europese parlement. Ja. En dan kan ik wel vragen stellen over het functioneren en het kredietbeleid van de Europese Centrale Bank. Ten aanzien van Nederland? Ook de internatie van Nederland, maar ook het algemeen. Ik weet wel dat de Europese Centrale Bank inmiddels obligaties van banken koopt. Okay. En in die zin is er sprake van monetaire financiering. Tenminste, zo wordt het door economen wel genoemd. Maar bij de Nederlandse staatsschuld, denk ik, daar is mijn beeld ervan anders. Ze nemen weliswaar, er wordt weliswaar geld geschapen. Ja. Daar staan ook bezittingen tegenover. Klopt. En het geeft wel een risico met zich mee dat als die bezittingen, die geldschepping niet waard zijn, dan zit je inderdaad met inflatie. Een mooi voorbeeld daarvan is de overname van ABN AMRO,
die dus voor 18,5 miljard gekocht is met Fortis. Ja, klopt. En dat is gewoon een bezit. Ja, precies. En in de discussie is altijd alleen maar de schuldkant aan de orde en nooit de bezitskant. Nou, dat speelt, dat financiën stelt dat, minister Bos die brengt dat wel nadrukkelijk onder de aandacht. Die stelt ook van, als het meezit met de ontwikkeling van die bezittingen, ja, dan kan Nederland er zelfs aan verdienen. Goed zo. Dat is een positieve uitkomst die mogelijk is. Dat hopen we dan maar. Ja, dat weet je niet zeker. Maar Nederland, ik was wel eens met die beslissingen van Financiën, van Bossen, van de Nederlandse regering. Okay. Om die schuld op te laten lopen. Om de economie aan de gang te laten. En ook om die banken het voortbestaan daarvan te verzekeren. Wat voor onze, de werking van onze economie heel belangrijk is. Een greep te krijgen op de cultuur die daar geheerst heeft, ja. Ja, dat is meer een afgeleide gevolg. Dat kan alleen bij banken die om hulp hebben gevraagd, ja, waar dus in geïnvesteerd is. Juist. Daar kun je dan vervolgens ook randvoorwaarden stellen van bijvoorbeeld met betrekking tot het beloningsbeleid. Okay. Maar er zijn ook banken zoals de Rabobank en ook de Van Lanschot Bank, die hebben geen hulp gekregen. Hoe zij hun beloningsstelsel configureren, hoe ze dat... Daar hebben we nog geen greep op. Daar hebben we geen greep op, nee. Dat zou wel kunnen, want je hebt het codes tabaksblad en je kunt meer codes bedenken die je ook in wetten kunt stoppen. Maar ik zie daar nog geen... Goed, op terug naar vanavond. Ja? Wat verwacht je qua uitslag? Ik hoop op... In de zetel denk ik dat dat toch echt wat te hoog gegrepen is. Ik zou het wel mooi vinden als we het equivalent van een kamerzetel zouden halen. Dat is dus 0,67%. Gisteren haalde ik haalden de Groenen bij de scholierenverkiezingen 0,7%. Daar haalden we een fictieve Tweede Kamerzetel. Nou denk ik dat we bij de scholierenverkiezingen het relatief beter doen dan bij alles bij elkaar. Maar laat ik zeggen, optimistisch blijven en dat zou een mooie uitslag zijn. De jeugd is wat neutraler dan de ouderen die dus traditioneel zijn opgevoed. De jeugd is wat, wat radicaler. Ja. Ja, die kiest vaker iets nieuws. En okay. De oudere mensen die stemmen voor een deel traditioneel. Oké, ik wens je veel succes. Dankjewel. Terug naar